Patty, Patty, Patty! Jan, het was vrijdagnacht. Ja. Jij was Lazarus beschonken. Nou, dat zegt men ja. Je had meerdere conflicten gehad met je vriendin. Dat wordt gezegd. En toen dacht je op een gegeven moment, ik ga naar een nieuwe app, Clubhouse, voor de mensen die dat niet kent. En ben je gewoon met elkaar interactief aan het bellen en iedereen kan meepraten. Dat was wel zo, ja. En op een gegeven moment was het 2:00 s'nachts. En Patty Brat schoof nog even aan. Ja. En daar hebben we geluid van. Oh, lieve lieve schat. Oh. Patty. Alsof ik je 5 minuten geleden voor het laat. Oh ja, dat is ook zo. Hey, Patty Brat, ik moet het even, lieve schat, lieve Diante, ik moet het even doen. Ik moet het even zeggen, hè, Patty. Wie is dit? Ja, ik ben Jan Roos. Maar die heeft alleen een ondertiteling nodig. Nee, ik ben geen diepslijder. Ik heb ongelooflijk veel respect voor jou. Lief. Op je dit bent, uur ook. Nee, maar je bent gewoon een beet van een vrouw. En we maken bij ons een beetje, ja, af en toe in de maling, maar we vinden je fantastisch. Ja, maar schat, ik jou ook. Ik heb vanavond nog in de show gezet dat ik niet eens in een normale kamer met je wil zijn, laat staan in een room of clubhuis. Maar dan zie je maar weer hoe standvastig ik ben. 3 keer bellen en ik zit erin, hè. Jan? Ik kom inderdaad wel een beetje dronken over, dat geef ik eerlijk toe. Jezus. Maar dat zou ook misschien door de stemvervormer van Clubhouse kunnen komen. Nee. Nee, ik was een besopen als een deur, maar dat is wel te horen zeg. Ik heb het zelf niet teruggeluisterd, maar ik begrijp nu ook wel een beetje waarom, want het zweet waggelt over mijn rug. Maar, ondanks dat ik inderdaad wat beschonken klonk, heb ik wel vrede gesloten met onze pet. Ja, zo kan het ook, mensen. In deze tijd.